Een plugin waarmee je One in the Shimmer kunt gaan spelen? Deze plugin, die kan dat. Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe plugin tutorial. Vandaag ben ik met de plugin One in the Shimmer. Dit is een plugin die je toelaat om samen te kunnen gaan vechten tegen elkaar in een bepaalde map. Met zoveel spelers als je wilt, met zoveel map als je wilt in een bepaalde game. En dat kan je allemaal met deze plugin. Maar dat is nog niet alles. Je kunt meerdere arenas, je kunt zelfs een scorebord. Je kunt alles vertellen naar het Nederlands enzovoort. Deze plugin is aangebracht geweest op mijn website. Hey, deze plugin heet One in the Shimmer. Het is gebaseerd op een spel uit Call of Duty. Deze game is ook te spelen op grote Engelse servers. Is namelijk aangevraagd geweest op mijn eigen website. Wat doe je? Je klikt hier op het Download Now knopje. Je downloadt deze plugin af. Je hebt ook Wild Edit hiervoor nodig. Dus als je nog geen Wild Edit hebt, klik dan op de linkjes hieronder in de beschrijving. Dus je downloadt deze plugin, plaats deze in je plugins folder en ik speel een versie 1.12.2. Ook al staat hier getest tot versie 1.11. Het werkt wel degelijk in versie 1.12.2. Oké, we zijn terechtgekomen op de server. Rechts zien we al een scoreboard staan. Dit krijg je wel nog niet vanaf de eerste keer, want daarvoor moet je een game gespeeld hebben. En hier zien we dus OITC, dat is de afkorting van eigenlijk deze plugin. En dan hebben we hier eigenlijk de datum en weet ik veel nog wat meer. Achter mij zien jullie ook een toren die niet bij deze plugin hoort, maar dat is een plugin die een aanmaak is. Niet van door mij, maar door iemand anders. En we hebben hier ook nog, eigenlijk ons het bordje dat we kunnen gaan joinen. En we hebben ook nog een scorebord, eigenlijk hier met de hoofden erop. Dus met de hoofden wie de winnaar is, of de nummer 1 en wie nummer 2 is. Dat kunnen we allemaal doen met deze plugin. Het hoofdcommando is /OITC. Dat is dus de afkorting van deze plugin. En dan krijgen we al de verschillende commando's die we vandaag kunnen gaan gebruiken. We gaan als eerste gaan beginnen met een game te gaan aanmaken. Want in een game kunnen we verschillende soorten mappen hebben. Dus om een game te kunnen aanmaken, gaan we het volgende gaan doen. We doen het commando OITC, dus dat is dus die afkorting weer. En dat doen we als volgende: create game en het ID dat we willen meegeven. Bijvoorbeeld het ID 2. Dan zien we, you have created a new game by the ID 2. Soms kan het zijn dat je een error krijgt. Dan moet je gewoon heel eenvoudig dit commando doen, namelijk de OITC reload, en dan staat het wel degelijk in jouw config files. Het kan dus soms zijn dat je een error krijgt als je een nieuwe game wilt gaan aanmaken. Als we nu eigenlijk een nieuwe game hebben aangemaakt, dan kunnen we een lobby gaan plaatsen voor deze game. Ik ga heel eventjes dezelfde lobby nemen als deze game, dus de andere game die hierachter gaat, dat zien jullie met dat blokje. Dan doe ik eigenlijk het volgende commando, dat is /OITC. Dan doen we als volgende set lobby en het ID-nummer, dat is bij mij 2. U heeft set de waiting lobby voor game 2. Daarna gaan we een arena gaan maken, dus dat is de arena waar we in willen gaan werken. Ik ga bijvoorbeeld hieronder eventjes gaan nemen, dus dit gaat mijn arena worden. Oh, je leventjes een leg spikey. Dus ik ga eventjes naar hieronder. Ik ga hier bijvoorbeeld, ik ga gewoon heel eenvoudig hier mijn bovenste punt gaan zetten. We typen /wand, dat is eigenlijk de wand van Wild Edit die ons gaat toelaten om heel eenvoudig het gebied te gaan selecteren. Linkermuisknop voor het eerste puntje, dan ga ik bijvoorbeeld helemaal naar hieronder gaan en dan doe ik hier onderaan rechtermuisknop. Dan hebben we ons heel gebied geselecteerd. Dat is de map waar wij in gaan spelen. Vervolgens doen we het volgende commando, want we moeten deze arena gaan aanmaken met het /OITC-commando create en dan vervolgens arena. Dat is dus de arena. Het ID waar het aan toegevoegd moet worden, aan welke game het toegevoegd moet worden. En dan kunnen we ook een naam meegeven. Bijvoorbeeld dit is land. Dan hebben we dus deze arena toegevoegd aan game 2. En zo kan je dus meerdere arenas selecteren en gaat hij vanzelf die arena gaan uitkiezen voor als je die game wilt gaan spelen. Vervolgens moeten we spawnpunten gaan plaatsen. Dus ik ga eventjes ergens gaan staan en dan doen we het volgende commando OITC, dus de afkorting, met als volgende @spawn. Dan heel eenvoudig het ID-nummer en de naam van de map. En dat was bij ons land. We hebben één spawnpunt toegevoegd. Dan bijvoorbeeld naar hier. Nog een keer hetzelfde commando. We hebben het spawnpunt 2 toegevoegd. Bijvoorbeeld hierboven. En dan hebben we spawnpunt 3 toegevoegd. En zo kun je blijven toevoegen zoveel als je wil. Ik ga eventjes teruggaan naar de lobby en ik neem mij een bordje. Dus als ik eventjes naar die kant ga staan, ik plaats hier een bordje neer. En ik ga gewoon naar het bordje kijken. Naar het bordje dat we kijken, dan doen we het volgende commando. /OITC. OITC, dat was het ja. Set game sign. En dan het ID van de game.
En dan hebben we game 2, dat is namelijk land, zoals je dus kunt zien, 0 van de 12 spelers. 12 spelers is het maximum en 2 spelers is het minimum. We kunnen ook een scorebord gaan toevoegen zoals we hier hebben. Dan zetten we gewoon terug nog een bordje. We gaan dan eventjes eruit en dan kunnen we het volgende commando doen. /OITC. En dan kunnen we heel eenvoudig het volgende doen. Set. Dan moet ik heel eventjes spieken. LB sign. Dat is namelijk van leaderboard. Dat was het. En daarna kunnen we ook een rangnummer in meegeven. Bijvoorbeeld rang nummer 1. Dan is hij als eerste van die op die rang. Als we dan nog gewoon hetzelfde commando doen op een leeg bord met rang nummer 2. Dan krijgen we rang nummer 2. Het volgende wat we kunnen doen is ook gewoon erboven, bovenop het bordje, een hoofd gaan plaatsen. Dus up, oh, wel erboven, dus ik hoop dat dat lukt, de een of andere manier. Ja, oké, en dan kunnen we gewoon heel eenvoudig een hoofd hierboven gaan plaatsen. Nu, op het begin gaat het hoofd nog niet geüpdate zijn zoals hier, maar om de zoveel tijd wordt het scorebord geüpdate en dan worden de hoofden ook mee geüpdate. Dan kunnen we eens een keertje gaan spelen, daarvoor ga ik eventjes mijn broers aan de counter bijhalen. Ik ben nu bezig met een plugin video te maken van een The One in the Shamer tutorial. Dus zoals je kunt zien, dit is achter de schermen de plugin tutorial van One in the Shamer. Hallo! Dus deze komt morgen uit, woensdag om 17 uur. Dat was reclame voor mijn Instagram. Kijk dan eventjes op mijn Instagram, het linkje staat hieronder in de beschrijving. Maar zoals je dus kunt zien heb ik mijn broers en account er ook eventjes bijgehaald. Hallo! En we gaan hem eens een keertje laten joinen. Hij joint en dan zien we dat de countdown nog niet gaat starten en we hebben Arena Land. Ik ga als mijn broer er ook eventjes ingaan. Mijn broer is daar, zoals je dus kunt zien. Hallo. En na 30 seconden gaat deze gaan starten. Dus we moeten 30 seconden gaan wachten en dan worden we random geteleporteerd naar onze spawnpunten. Maar ondertussen is het ook geüpdate. Nu, hetgeen wat er van dit spel is, heel eenvoudig, je moet 3 keer of een persoon, iedere persoon heeft 3 levens, heeft 3 hartjes. En je moet dus iedere persoon proberen te kunnen doden tot op het einde, totdat je als enigste bent van dat je enigste bent in de kamer. Dus we zijn geteleporteerd. Zoals je dus kunt zien, ik sta hier, mijn broer staat daar. Onze name tag van boven is weggehaald en we krijgen nog 10 seconden om ons eventjes voor te bereiden. We hebben de nearest player, hier kunnen we heel eenvoudig zien wie kortsbij is. We hebben een pijl, we hebben een combat knife en we hebben ook nog een boog. Nu, mijn broer gaat niet veel gaan bewegen nu, dus ik ga hem heel eventjes gewoon gaan aanvallen. Dus als ik hem gewoon kort ga aanvallen, moet ik wel oppassen dat ik hem niet uit de map gooi. Hoppa. Dus hij is nu, ik ben blijkbaar level 2 geraakt en mijn broer is nu ook terug gespawned. En zoals je dus kunt zien, is hij nu naar daar gespawned. Hoe komt dat? De plugin gaat ook nakijken als jij te kort bent bij een spawnpunt. Dus als ik hem te kort bij een spawnpunt ga laten, gaat hij daar eigenlijk gewoon heel eenvoudig niet meer gespawned worden. Dus hop, hij is vermoord en hij is dit keer op dat spawnpunt gegaan, dus zoals je dus kunt zien. Plus, hij gaat ook zeggen dat ik blijkbaar uit de border was, om een of andere reden. Dus zoals je dus kunt zien, hem kan ik ook aanvallen de hele tijd. De nearest player kan ik ook de hele tijd zien. En ik krijg ook daar telkens pijlen bij. En na 3 keer zien we dus dat ik vuurwerk ga krijgen. Zien we ook hoeveel punten ik heb gehad. En wie als tweede en als derde staat. Mijn broer wordt in de oude spawn gespawned op dit moment. Dat is een beetje heel gek. Maar na een tijd komen wij terug op de lobby. En dat is eigenlijk het spel, maar je kan nog een hoop aanpassen in de config-file. We gaan naar onze plugins folder en hier zien we OITC. Oh, wacht, ik zie juist dat de game nog aan het spelen is. Dus dan moeten we OITC lief eventjes typen en dan zijn we uit het spel. Dus dat is wel een nadeel. Ik denk dat er geen echt portje is om eruit te gaan. Maar we gaan dus naar onze plugins folder en we gaan naar de OITC. En hier hebben we een hele hoop data, of ja, we hebben een hele hoop bestanden bijstaan die we kunnen gaan gebruiken. Ik ga het eventjes erbij halen. Dus, hallo. We hebben hier als eerste onze cache.iml. Heel eenvoudig, hier worden al je werelden in opgeslagen, dus dat is gewoon puur als informatie. Dan hebben we de config-file, kom ik zelfs bij. We hebben de spelers met hun ID, SQL als we een SQL database willen hebben, en alle strings die kunnen we aanpassen. Bij de config-files, heel eenvoudig, welke commandos mogen gebruikt worden als je een game aan het spelen bent, moet de arena geprotect worden. Dat heb ik nog niet laten zien, maar moest ik heel eventjes naar de arena toe vliegen. En ik ben dus hier in deze arena. En ik wil er iets aan gaan kapot maken. Dan zie je dus dat, ook al ben ik een owner van de server, ik totaal niets kan kapotmaken. Dus het wordt volledig beveiligd door de plugin. Zelfs als je OP hebt en zelfs als je gewoon de owner bent van de server. Dus dat vind ik wel heel handig. Broadcast als het in de chat moet gebroken is.
dat ja, worden. De countdown begint vanaf 30. Dit is de inventaris, dus dat is de inventaris die je hebt. Dus je hebt een armor met bepaalde helmet, leggings, boots, kun je opgeven. En de items die je in jouw inventaris hebt met een bepaalde... Het ID-nummer, het aantal en dan ook de naam die je eraan kunt meegeven. We hebben ook de game hide tags, dus dat is dat de tagsnamen boven jou moeten weggehaald worden. Instant respawn is als je instant wordt gerespawned. De game fall damage is uitgeschakeld, dus dat is heel handig. Maximum spelers kun je aanpassen. Ik ben trouwens nog een dingetje vergeten te vertellen. Als je met meerdere spelers bent, ga je in spectator modus. Je hebt ook nog twee verschillende soorten game methodes. De elimination, dus dat je zoveel mogelijk mensen moet gaan vermoorden eigenlijk en dat je ook een aantal levens hebt. Maar je hebt ook blijkbaar met punten, dus dat je zoveel aantal mogelijk punten moet hebben. En ook time, dat het puur op de tijd is. Oh, dat is wel handig, dat wist ik nog niet. We kunnen ons scoreboard aanpassen voor de lobby en voor de game, dus dat kunnen we allemaal makkelijk aanpassen als we dat hier willen. We hebben hier ook de gameborden die we kunnen aanpassen, de sign statussen. De spawn distance, dat is als je dus 10 blokken kort bij een spawnpunt zit, wordt die verplaatst. Dat is als je een killstreak hebt van 5, volgens mij, dan wordt er een iets getoond. Als je 0 zet, wordt het uitgeschakeld. Dat is de leaderboard first line, dus dat is op de eerste lijn van het leaderboard, dat was het, ja. En dan heb je hier nog first statistiek, second line, second statistiek en statistiek op het scoreboard. Dus dat is eigenlijk de volledige plugin. Ik heb normaal gezien alles gezegd gehad over deze plugin. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne plugin tutorial vonden. Geef dan een duimpje mocht doen. Raak in één keer dat abonneerknopje aan en vergeet zeker en vast niet heel eventjes dat... belicoontje aan te raken, want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!